En de gewijzigde verkeerssituatie bij de kruising van de Koesewijnen, de Rust- en Werkstraat en de Efraïm-Zegenweg is nog onduidelijk voor de weggebruikers. De politieagenten die er dagelijks aanwezig zijn bij de verkeerslichten geven aan dat de weggebruikers nog moeite hebben met de aanpassing. De veranderingen zijn afgelopen donderdag aangebracht. Op verschillende kruispunten, waaronder die van de Koesewijnenstraat en Efraïm-Zegenweg, zijn er files tijdens de spitsuren. Het hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Henk Wip, is op de hoogte van de kritieken op de wijziging. Wip zegt dat de burgers zich moeten aanpassen aan de veranderingen, omdat het voor hun eigen veiligheid is. We spraken met enkele weggebruikers. Mijn moeder woont in Efraïm-Zegen en nu kan ik mijn moeder niet bereiken als ik van hieruit rijd. En dat vind ik wel verschrikkelijk. En ook als ik vanuit de Efraïm-Zegen kom, Efraïm-Zegenweg, en ik wil naar mijn huis, ik woon aan de Indira Gandhiweg, kan ik niet. Dus ik weet niet waarom ze het zo geregeld hebben. Het werkt niet, want er is toch nog filevorming. Dus misschien moet het nog een paar maanden, maar voor mij werkt het niet. Nou, het werd aangegeven dat het meer voor de veiligheid is van de burgers, vandaar dat ze het zo hebben geregeld. Veiligheid in welke zin dan? Ik snap het niet. Voor de bussen? Misschien, maar die bussen doen wat ze willen nog steeds. Ze maken het alleen maar erger als je even volgt zo met wat ze doen. Ze rijden via die service station of ze maken zo een bocht en ze gaan toch in de Efraïm-Zegenweg. Dus het werkt gewoon niet. Dat van Koesewijnenstraat is ook niet acceptabel en dit helemaal ook niet. Dus ik kom laat aan het werk. Ik zou in mijn slip wijzen dat ik minus heb. Het is afgetrokken van mij, omdat ik laat ben aangekomen. Dus niet goed. Weggebruikers die last ondervinden van de gewijzigde verkeerssituatie bij de kruising van de Koesewijnen en Rust- en Werkstraat en de Efraïm-Zegenweg. De wijziging is voor vele weggebruikers nog onduidelijk.